Goedenavond, bonsoir. Eerst uw vragen, de question voor monsieur Vermand, voor de heer Vermand. Ja, misschien wel, maar daar ben ik eigenlijk echt niet mee bezig. Ik ben gestart bij Walsland Bever nu met een nieuw verhaal. Dat eigenlijk nog maar 2,5 weken bezig is. En dan hoop je, en dan wil je dat dat goed start. En dan wil je voetbal zien zoals je dat eigenlijk wilt zien. En dan vind ik dat we er eigenlijk al goed in slagen om dat op een goede manier te brengen. Ja en nee. Ik was er op zich niet mee bezig van doelstellingen 4-6 of meer of minder. Het belangrijkste voor mij was gewoon de manier waarop we zouden voetballen. Een goede start nemen tegen Sint-Truiden. Dan kom je uiteraard op Anderlecht spelen. Maar goed, dat is voor een stuk met open vizier. En dan denk ik, als je de wedstrijd ziet, de kansen die we hebben kunnen uitspelen, is langs de ene kant jammer dat je misschien ook niet meer hebt kunnen doen. Als je de kansen en de, zal ik ze pre-kansen noemen, overtal die je beter had en had moeten kunnen uitspelen, had je langs de ene kant misschien nog meer kunnen nemen hier. Maar op het einde scoren zij de penalty, ziet het er ook misschien nog helemaal anders uit. Dus het is een beetje op dat moment hinken op twee gedachten. Nog vragen voor meneer Vermand? D'autres questions? Dank u wel. Dan uw vragen voor meneer Van Haasbroek, alsjeblieft. En hoe verklaar je deze makkelijke prestatie van de... Ik vond twee gezichten. Hè. Ik vond de eerste helft niet zo slecht. Wel controle. Op de helft van de tegenstander vaak. We pakken wel een doelpunt vrij makkelijk. Twee keer uitstappen als verdediger, wat je eigenlijk niet moet doen als je niet zeker bent dat je die bal hebt. Je weet dat je scherp speelt, man op man bij momenten. Dan moet je de keuze maken om te gaan als je zeker bent en anders moet je wachten. En nu zijn het er twee die uitstappen. En, ja, ze spelen het natuurlijk goed uit. Ze hebben daar ook de kwaliteiten voor. We proberen terug te komen. We zijn heel vaak rond die 16 geweest, maar veel te weinig gevaarlijk geweest. Ook in de 16 te weinig gevaarlijk. Voorzetten komen wel, maar zoals wij positie kiezen in de 16, dat is heel moeilijk om te scoren. Hè. Uiteindelijk het doelpunt dat we maken is dan ook niet toevallig op een stilstaande fase. Gelukkig tikken we hem binnen, hè, de tweede bal, want ik had nog schrik dat hij misschien nog niet ging binnengaan. Maar hoe dat we de tweede helft uit de kleedkamer zijn gekomen, dat is voor mij dus een raadsel. Hè. Dat moet ik zeker herbekijken, want dat is echt een raadsel. Dat heb ik nog nooit gezien. Op die manier een ploeg zien volledig wegzakken, net na de rust. Je kan een beetje vermoeid zijn van vorig weekend, dat kan, maar net na de rust, je hebt net een pauze gehad van 15 minuten. Dat heb ik echt nog wel zelden gezien. En het was dus niet één, niet twee. Het was echt heel dat team zakte weg. Niemand pushte om terug die draad op te pikken. En op dat moment, Beveren kreeg ruimte. Ongelooflijk veel ruimte. En dat gebruikten ze ook van. Ik moet nu zeggen dat ze in het begin misschien nog niet echt heel gevaarlijk waren. Maar we hebben moeten vervangen doen. Oké, excuses voor sommigen. Hè. Kums, Trebel en Gerkes waren eigenlijk wat ziek. Waren wat twijfelachtig. Aangezien ze geen koorts hadden, hebben we ze toch opgesteld. Ze hebben uiteindelijk hun best gedaan, moet ik zeggen. En ze waren bij momenten ook nog bepalend. Maar ja, er waren er ook die niet gespeeld hadden in het weekend. Hè? En die ook wegzakten naar rust. Dus dat is voor mij echt een raadsel. Want degenen die mij kenden, uiteraard, als je een penalty mist in de laatste minuut, na 0-1 en 1-2 te hebben achtergestaan, dan had je 3-2 kunnen winnen. Ja, dat zouden er coaches zijn die in de wolken zouden zijn. Ik was ook met een heel ander gevoel had ik hier gezeten, maar happy ging ik niet geweest zijn. Want zoals wij de tweede helft hebben gespeeld, ja, dat kan je niet happy meer zijn. Maar dat natuurlijk wel een serieuze slok op de borrel geweest. Was die penalty erin gegaan en had je hier met 3 punten gestaan, dan stond je voor Charleroi en dan had je een slechte match gespeeld. Maar had je uiteindelijk toch het resultaat gehad. Maar
Ja, dat mag ook niet. Hè. Uiteindelijk bij ons is het niet zo dat als we een keer slecht spelen, dat er dan ook een resultaat tegenover staat. Meestal is dat niet het geval. En ja, het was ook niet makkelijk. Hani er niet bij. En dan zie je ook het belang. En dan probeer je het wel met de jonge gasten. Maar ik denk niet dat we nu al die druk op de jonge gasten hun schouders moeten leggen. Om te zeggen van ja, die jongens moeten het verschil maken. Mijn wissels waren goed, moet ik zeggen. Niet dat de coach de wissels goed gedaan heeft, maar die spelers die ingevallen zijn, waren goed. Albert heeft terug zijn kwaliteiten laten zien, Zambi. En Appia heel goed ingevallen. Er kwam dreiging van die kant opnieuw. En we pakten toen ook weer overwicht. Alleen, ja, ook op een tegenaanval pak je dan weer een heel domme penalty. En daarna pak je dan eigenlijk bijna de 2-3, omdat we gewoon niet meer verdedigen. Omdat we gewoon blijven staan. Kijk, ik denk eerlijk, de Van Azenbroek-analyse, zoals ik ze normaal altijd doe, wij verdienden eigenlijk niet om te winnen vandaag. Zo simpel is het. Maar we hadden kunnen winnen. Ja, dat had ook een keer gemogen, maar verdienen, dat kunnen we niet zeggen dat we vandaag meer verdienen dan wat we nu gekregen hebben. Je ne dois pas faire le compte de mes joueurs. Hein. Si je fais le compte de mes joueurs, je peux parler d'Olivier Deschacht, mais je crois que je peux parler de chaque joueur. Hein. Aujourd'hui, je crois que, à part peut-être Zambi qui est rentré, qui n'a presque pas fait d'erreur, Appia aussi, je crois que je peux parler de tous mes joueurs, et Sels peut-être aussi, qui a fait vraiment pas, mais c'était pas un bon match. Pas seulement d'Olivier, mais de beaucoup de joueurs. C'était pas Anderlecht, pas suffisant pour nous. Mais je crois qu'ils sont conscients de ça aussi, mes joueurs. Hein. Donc, c'est pas au coach encore d'une fois ajouté. Voilà. Ik denk dat we de eerste helft wel gereageerd hebben. Na de 0-1 hebben we wel gereageerd. Dus dat was wel hetgeen wat ik wou zien. Hè. Nu, ik heb onmiddellijk op de bank ook gezegd, het is het ideaal scenario. Hè. Heel vroeg in de wedstrijd op achterstand komen. Dan heb je nog 80 minuten om terug te slaan. Dus het is erger als je zoals nu 1-2 komt op 7 minuten van het einde. Maar dan hebben we ook weer rebound getoond. Hè. Dan zijn we er toch blijven voor gaan met Appia en Saïf. Die toch blijven gaan pushen en die uiteindelijk dat tweede doelpunt maken. Maar dat zie ik niet bij iedereen. Hè. Er zijn erbij die, waar ik toch wel zie dat de kopjes naar beneden gaan, dat een drive ontbreekt om wat extra te gaan doen. En dat is jammer, maar oké. Aan ons om daar de lessen uit te trekken, de analyses uit te maken en naar de toekomst toe de juiste keuzes te maken. Nee, dat kan je. Je kunt nooit iemand die de verantwoordelijkheid moet nemen voor een penalty, kwalijk nemen dat hij hem mist. Hè. Dat is, het is jammer, het was niet zijn beste wedstrijd. Hij was echt nog niet volop gerecupereerd, denk ik, van het weekend. Had ik een beetje gevreesd ook, maar oké, gezien de afwezigheid van Hani, gezien het feit dat er al een aantal spelers waren die wat ziekjes waren, heb ik hem toch gezet. En ik denk dat hij zeker niet zijn beste wedstrijd heeft gespeeld. Maar met het tweede doelpunt dat hij maakt, dacht ik van oké, hij gaat hem misschien een boost teruggekregen hebben. Hij heeft er destijds bij Gent heel veel gemaakt, penalties. Maar je kan hem dat niet verwijten. Trebel stond op 1, Hani stond op 2 normaal, die was er niet bij. En Trebel die hadden ze net even in 2 gedeeld, dus die kon niet trappen. Ja, je kan hem dat niet verwijten. Hij stond nummer 2 nu, hè, ja. Gezien Hani er niet bij was, stond hij nummer 2. Dus. Maar ik heb ook niemand anders gezien die de bal opeist. Hè. Jullie waren in Spanje, denk ik. Sommigen toch, onder jullie. Daar hebben we ook een penalty gekregen. En er waren er direct 3-4 kandidaten om hem te trappen. Hè. Maar natuurlijk, een vriendenmatch, daar wil ik hem ook nog trappen. Dat is, als ik hem nu moet trappen in de laatste minuut, waren er iets minder kandidaten. Goed gezien van u. Ja, oké. Okay. Ik heb dat eigenlijk zelf gezegd vorige week. Ik heb na de match tegen Genk zelf gezegd van oké, we moeten hier niet euforisch gaan doen dat we 2 punten zijn ingelopen. Want tegen het einde van de week staan we er misschien weer meer achter. Dus voilà. Ik heb het zelf aangekondigd dat het mogelijk was. Ik had niet gehoopt dat het vandaag ging gebeuren.
Maar voilà, het is al zover. Het is nog niet zover, want ze moeten het eigenlijk nog winnen morgen, maar alleen. Ja, dus dat is vroeg, hè, maar ik heb gezegd dat wij niet kijken naar wij kijken niet meer naar boven. Hè. Wij moeten proberen zelf stappen te zetten. En op dat vlak was het een ontgoocheling vandaag. Want ik vond dat we in Genk echt wel beter voetbalden. Dat we dingen zagen, positieve dingen zagen. En vandaag, ja, wellicht mede door vermoeidheid, mede door afwezigheden misschien. Maar het was zeker niet hetgeen... Of de vooruitgang die ik wil zien, zeker niet. Theo was niet fantastisch, maar hij scoort volgende keer. Is dat jou toch een beetje... Ik ken uw kwaliteiten niet, Pieter Jan, als voetballer. Nee. Maar ik zou heel verbaasd zijn dat jij die gemist. Ja, oké, maar... De goal is goal, dat is een feit. Dat is een feit. Maar het is niet dat je denkt dat hij betrokken kan zijn op... Ik denk dat hij nog een kopkans krijgt in de tweede helft van op de meter en een half. Was hij vertrokken geweest in de eerste helft, dan was die er misschien in de tweede helft ook ingegaan. En dan was er misschien op dat moment een tweede voorsprong voor ons en had de match er anders uitgezien. Maar voilà, we zien wel, hè, wat de toekomst brengt. Oké, dank u wel. Merci.